Ja, Donja, gefeliciteerd. 4-1 winst van de Wit-Russen, maar het was geen makkelijke wedstrijd volgens mij. Nee, alles behalve makkelijk. Het bleef heel lang 2-1. En Wit-Rusland was echt wel heel sterk en speelde echt wel een goede wedstrijd. En hoe langer het 2-1 blijft, hoe meer zij voelen dat ze punten kunnen pakken. En dat was heel spannend. Ja, je kreeg een aantal strafcorners, kwamen flink onder druk. Hoe merk je dat in het veld? Dat ze dus rendement halen. En op een gegeven moment krijgen ze 3-4 strafcorners achter elkaar. Was niet helemaal nodig, denk ik, maar het gebeurt wel. We moeten ervoor zorgen dat we dus rustig blijven en dat we minder corners tegenkrijgen. Ik denk wel dat we het goed hebben omgebogen en op een gegeven moment lieten we echt een beetje gif zien. En zeiden we tegen elkaar van ja jongens, kom op, tandje erbij en gaan. En dat lukte. Ja, inderdaad. Jij werd onderuit gehaald door de keepster van Wit-Rusland. Dat was een strafbal, dat was eigenlijk de omkeer in de wedstrijd, hè? Ja, klopt. We hadden in de rust ook besproken dat ze best wel fysiek zijn en dat we daar gebruik van moeten maken. Dus ik zocht het misschien een klein beetje... Ik wist dat duel ging komen en ze pakte me vol. Dus het was... Ja, eigenlijk is het niet fijn om onderuit gehaald te worden, maar op dit moment in de wedstrijd kwam het goed uit. Ja, ja en daarna jij scoorde nog de laatste goal. Ja, dat was de bevrijding, denk ik. Ja, Marijn, een hele mooie actie en die geeft de bal perfect voor en ik hoefde hem alleen maar in te tikken. Dat zijn hele fijne goals om mee te pakken, vooral op 4-1. Ja, ja zeker. Dit was eigenlijk jullie eerste test van het toernooi, zeg maar. Ja, hoe gaan jullie nu verder? Vanmiddag nog een wedstrijd, morgen nog één. Hoe staan jullie in het toernooi nu? We willen, elke wedstrijd is een wedstrijd op zich natuurlijk, hè. Dus we willen ook alles winnen. Vanmiddag staat Polen te wachten. Ik ken wat speelsters die daar spelen, ook van Oranje-Rood. En nog van Mop. Die zijn goed. En daar zullen we weer een heel ander plan voor maken om die te gaan verslaan. Want dat is wel de intentie die we hebben. Yes. Gefeliciteerd met deze winst, Nico. Ja, dankjewel.